Moet u zich voorstellen hoe dat eruit ziet? Ik probeer mij dat als bestuur van Feyenoord, probeer ik mij dat voor te stellen. Zo'n Mickey Mouse die daar lekker dat vak S binnenloopt. Ja. Ik denk persoonlijk niet dat Mickey staat te springen. Nee. Maar mocht hij wel staan te springen, dan komt dat waarschijnlijk omdat hij in de fik is gestoken. Ja, ja, bij ons is met name de F-site heel erg gecharmeerd van de komst van Mickey Mouse. Ja. Ja. En zoals u weet ben ik in regelmatig gesprek met de F-site. Ja. En de F-site heeft grote plannen met Mickey. Zo ben ik bijvoorbeeld al een liedje met ze in aan het studeren. Oh, ja. Wilt u dat ik dat eens voor u zing? Ja, bijzonder graag. Alleen zingen, geen vibrafoon. Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse is een echte Ajaxiet. Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse. Ja. Ja. En daarna gaat de fik erin. Oh. Wordt er een beetje gezongen bij Feyenoord, meneer Erik? Kunnen we... Kijk, van Praag, je moet ons niet de hele tijd aan het lachen zitten maken. Want daar is het einde dus zo. Wordt er bij Feyenoord ook zo aanstekelijk gezongen, meneer Van Heren? Bij een club als Feyenoord wordt er zeker gezongen. Misschien dat ik daar hier meteen even een voorbeeldje van kan geven. Nee. En bij jullie, Van Rij? Natuurlijk. PSV is dat bekend om zijn genrecultuur. Wij werken al jarenlang met de 3 Z's. Ja. Zingen, zuipen en zie maar hoe je thuis komt. En dat is gezellig. Dat is zo gezellig. En bij PSV kent eigenlijk iedereen gewoon zijn klassiekers. Ja. Dat zijn de bekende PSV-liederen. Zoals? Hop, mijn slof. En nou, voetbal, schoen, wordt PSV kampioen. Ja. Dat is er dan zo eentje. Ja, er zijn er veel meer natuurlijk. Welke dan? Hand in hand. Kameraden, hand in hand. Met PSV1, geen woorden, maar daarna, als het hele stadion dat zingt... Zou misschien ook een leuk liedje voor ons zijn? Nou, dat moet je maar eens, proberen. Okay. Ja. Ik wil nog even wat actuele dingen met jullie doornemen. Graag. Hoe komen de grote 3 er weer bovenop, meneer Van Praag? Wij zijn bezig met Marco van Basten. Ik geloof niet dat de trainer daar enorm om zit te springen, hoor. Ja, niet als trainer, maar wel als spits. Oh. En dan het kunstgras natuurlijk? Ja, ook kunstgras, maar dat moet ik natuurlijk eerst even aan Co Adriaanse vragen. Want Co wil alleen kunstgras met diploma's. Oh, ja. Je kunt zomaar niet kunstgras worden. Nee. Het zou een mooie boel worden. Ja. Meneer Van Rij, hoe komt PSV weer aan de top? Nou ja, voorlopig niet. Oh. Erik Gerrits heeft een contract voor onbeperkte tijd. Ja. Die gaat die beker helemaal leeg drinken. Dat kan allemaal een tijdje duren. En Feyenoord, nog een beetje toekomstvisie? Zeker. Het bestuur van Feyenoord is van plan om in de toekomst te gaan werken met de 3 R'en. De 3 R'en? Ja. Dat is mooi. Daar werken wij dus ook mee in de toekomst. Ja. Oh. Nou, dan hebben jullie pech, want daar zijn wij ook al mee bezig. Ja, we werken alle 3 mee. Wat zijn dat dan, die 3 R'en? Bij elkaar 9 dus. Wat zijn dat dan, die 3 R'en? Nou, dat gaan wij hier natuurlijk niet zitten verklappen, meneer Spaan. Dat is het geheim van die grote 3. Oh. Ja, als we dat gaan verklappen, dan gaan Heerenveen en Vitesse ook met de drie grote werken. 3 R'en op de loop. Bovendien, als je de namen van die jongens noemt, worden ze meteen 3 keer zo duur. Wie zijn het dan? Raúl, Redondo en Rivaldo. Oh. Ja, dankjewel, Jeroen. Je kan het toch verdorie je klokje op gelijk zetten ook. Ik begint hier weer tegen de pers te lekken. Oh, ja, goed, Jeroen zit nog geen 10 minuten aan tafel of het grote lekken is alweer begonnen. Ja, en dat voor zo'n dakbedekker. Zeg, heren, bespeur ik hier 2 spalt in de grote 3? Nee, ruzie? Nee, ik was even mezelf. Maar nee hoor, de vriendschap is niet aangetast. Nee, dat gaat mooi. Nee. Wij zien elkaar natuurlijk sowieso op reguliere basis binnen het Mickey Mouse overleg. Ja. En ook privé wel hoor. Ja? Wij zien elkaar wel op verjaardagen, feestjes. Ja. Nou, jullie waren anders mooi niet op mijn laatste huwelijk. Nee, nou ja, kijk, we dachten, we slaan er eens eentje over. Maar bij je volgende huwelijk staan we weer vooraan, hoor. Goed. Heren, buitengewoon bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Tot zover de laatste Studio Spaan van deze helft van het seizoen. Jammer. Ik moet nog even zeggen dat de quiz Wie gaf de voorzet is uiteindelijk gewonnen door Ronald Hamming van Fortuna. Die had alle vragen goed. Oké.